ooit wereldkampioen wil worden. Tip 1, maar dat komt wel goed. Blijf gezond. Dat is een hele belangrijke. Tweede tip daarin, blijf jezelf. Want dat is ook een ding. Hè? Veranderen mensen zo hard en zoveel. Ik denk dat je op dit moment er hartstikke goed in staat. Echt met je voetje op gezond. En de derde is, koester je zegeningen. En je weet wat je hebt, je weet wat je kan. Daar moet je het ook mee doen. En ga niet op zoek naar andere dingen die daar wellicht een externe factor in zouden kunnen zijn. Dat is afleiding. En die kun je niet gebruiken.